Nu onderweg naar Alex. We gaan even trainen met hem, denk ik. Weet niet zeker, maar denk ik wel. En we gaan zien hoe de dag loopt. Ja. Yeah. Ja, we zijn een extra verder. Kan wel kloppen, ja. Kom er nu aan, ja? Tot zo. Een afspraak met ons Bjorn van de anabole dans. Wat jullie niet weten is dat wij gemeenschappelijke ex hebben en ik ooit eens een keer zijn televisie heb gesloopt. Bjorn, ja. Gaat het tegen? Ja. Alex, uiteraard. Je hoeft niet bang te zijn. We laten de televisie ook niet tussen iets anders in staan. Wat gaan we doen vandaag? Ga even mooi content maken. Ja, wat gaan we doen? Ik weet dat je het kent. Yes man! Oké dan, we gaan een mooie dag maken samen. Fuck die tv. Vergeet hè, dit is topsport hè, wat wij doen. Heel veel mensen praten heel makkelijk, maar het is best wel lastig. Luister, ik werk per dag gewoon 18 uur, bijna. Omdat je slaapt niet, je telefoon niet gaat, je bent bezig met promos. Mensen kunnen op elk moment kunnen ze jouw dienst nodig hebben. Dat is kut, ja. En is je leuk, hebt een tijdsvak van 5 jaar dat je ze moet gaan verdienen. Want daarna ben je ook weer oud nieuws. Zo werkt het gewoon. Beroemd, bekend. Kijk, ik ben nu 3 jaar al, blijf wel bekend. Dat is het niet. Maar je ziet ook wel beuten, die gozer. Die zakt nu in. En dat is eigenlijk wat er met de meesten gebeurt. Dat is, je moet eigenlijk met iets komen straks, wat voor jou op een lange termijn jou actueel houdt. Dan wil je iets een beetje vloggen gaan doen. Ja, en dat, tuurlijk. En dat is leuk. De dag na een feest toe, dan vind ik het wel leuk wat ik doe. En ja, jezelf zijn is het beste wat je kan doen, denk ik. Iedereen zegt altijd, maar je moet wel jezelf blijven. Ja, maar het is wel eens lastig. Waarom zeggen mensen dat? Om wel voor af te dat ze een jaloers zijn nee, of zo? Nee, maar jawel. Maar, kijk, je blijft niet jezelf. Je bent op een gegeven moment ben je bekend, gaan mensen voor jou juichen. En wat jij ook zegt, vrouwen die werpen zich voor je voeten. Maar dat is allemaal niet zo echt. Dus je moet wel ook contact houden met wat wel echt is. En daarom moet je die kring een beetje klein houden. En niet te veel ellende hebben van andere mensen. Want dat is heel veel energie. Nou, dat is het gevaarlijkste. Ja. Dan ga je andere mensen gaan je meetrekken in iets. Ja, ja. Dat kost heel veel energie en tijd. En daarbij mensen gaan denken dat je fucking rijk bent zometeen. Als je bekend bent, omdat je wordt het waarschijnlijk ook, maar jij wordt daar ook anders in. Je gaat ergens weg en je hebt al afgerekend en je gaat al eerder weg. Want je denkt, ja, ik heb er geen zin in dat mensen elkaar gaan aankijken. Van, wie pakt de rekening op, weet je wel? Het zijn ook dingetjes waar je, je staat wel in de spotlight. Nu vooral, maar heel veel mensen zeggen, ja, het is maar een hype inderdaad. Ja. Maar ik ben nu al 2 jaar bezig. Ja, ja. Je hebt het, misschien heb je het voor jezelf in je hoofd heb je het heel anders zitten dan dat het nu naar buiten komt. En dat ook. Je hebt natuurlijk bij mij ook wel gezien. Het begint met een soort van serieuze grap. Maar dat was voor mij absoluut geen grap. Ik was echt boos om corona. Hoe mensen zich niet kleineren door die overheid. Zoals jij was, zoals jij de overheid is niet eens iets heel tastbaars. Het is een orgaan met allemaal debielen erin. Die zelf niks kunnen. En kiezen voor een loontje waar ik niet mijn bed voor uit kom. Ja? En die gaat mijn leven bepalen hier in dit land. Dat ik denk dat niet. Ik denk dat Nederland moet weer een land worden wat door mensen gestuurd wordt die verstand hebben van waar ze over praten. En dan wil ik luisteren naar een overheid. Maar zolang jij geen kennis van zaken hebt en jij gaat mij over mijn eigen zaken vertellen hoe en wat ik daaraan moet doen, ja hallo, dat gaan wij niet doen. En ga je ook stemmen dan, of niet? Nee. Natuurlijk wel, Thierry. Ja, durf, FVD ja. Tuurlijk, stemmen gewoon op Thierry. Die is echt gewoon goed. Ja, ja. Ja, Thierry is tuurlijk, hij heeft ook wel punten waar je niet mee eens bent, maar hij gaat er niet van weglopen om daarover in discussie te gaan. Dus je krijgt niet een heel leeg antwoord van hem terug. En dan kun je ook gewoon zeggen van oké, goed verhaal, Pik. Iedereen zegt van nee, ga niet stemmen op hem. Maar Mark Rutte heeft het ook verpest. Dus waarom ga je dan niet verpesten? Soms ook, dan zeg ik tegen hun die mensen. Ja, je verpest altijd iets. Ja. Grote markt, hier rechts. Hoe lang woon je in Groningen? Ja, af en aan. Eigenlijk niet lang, maar weet je wat het is? Ik heb 10 jaar in het buitenland gewoond. Hè. Die 10 jaar woonden mijn kinderen hier wel. Het stukje is wel, dan ben je wel echt aan Groningen gebonden. Als je kinderen hier zitten. Het zijn goede dingen, man.
dan kwam ik dronken terug. En dan had ik één zo'n optreden gehad. Maar je kan er wel drie op een avond doen. Dat is best, moet met een half uurtje moet je gewoon zeggen, ja leuk, ik ga niet langer dan een half uurtje foto's maken en dat ding doen. En als het leuk is en je ziet wat leuk is, ja, en het is het laatste optreden, dan kun je altijd nog even blijven hangen, toch? Ja, maar ik drink sowieso niet, hè? Nee, nou kijk, daar heb je al een groot voordeel. We hebben het wel eens over jou gehad, dat je een goede jongen bent. Omdat je bedoelt met dingen en dat je ook wel serieus kan zijn in sommige dingen, weet je. Alleen, ik hoor natuurlijk ook hele slechte dingen. Maar waarschijnlijk gaan die slechte dingen ook over mij en zijn ze niet waar. Dus ja, goed, dat stukje, dat zijn, daar heb ik allemaal aan de kant gegooid. Maar je bent een relaxed gast, ja. Ik dacht gelijk wel, die past wel, weet je. Ik hou van mannen, gewoon mannen die zeggen waar het op staan en niet om die dingen heen draaien. Hey, wij zijn domme anabolen. Wij hebben geen idee, één hersencel. Eén anabol. Weggeslagen. Ik heb ook zo gestaan, maar je hebt gelijk wel... Wel voor views. Natuurlijk. Ja, ja, maar je hebt 1 miljoen ogen op je. Dat soort dingen, ja, dat is zo. Maar ja, dat is niet waar je zo ja. Where are you from? What do you think? Turkey. Istanbul. Turkey. No. I don't know. Spain. Tu hablas español? Sí, hablo español. Sí, yo hablo español. Muy bueno. Porque hay muchos años a casa, ¿sabes? Oh, where? Foncalé, over Castellanos. Good times. So, Catalonia side. Catalonia, sí. I'm from Madrid, so it's gonna be... I love Madrid, man. Thank you. Held. Hartza, Bjorn. Hij heb jou wel getagd, zie je dat? Hij heeft me niet getagd. Jawel, kijk, met hartstel, Bjorn. Juist! Alles kan kapot, handen af en oh. Jullie willen geen kijkers. We hebben er 1 miljoen alweer aangetikt deze ochtend. Golf, hè? Ja, tuurlijk. Dit is hem. Ja. Ja, dit... Nou ja, golf. Hoppa. Ik zeg eerlijk, voor iemand die nog niet vaak heeft geoefend, maar jij kan ook boksen, zo, je hebt een beetje die ritme toch? Die slaan ik heb het nog nooit gedaan, maar ik vind het grappig, ja. Mijn manager is een groot fan van je. Ja? Hij zei, ja, Alex, je moet met Bjorn. Ik zeg, heb ik geen zin in, pik. Veel is voor hoofdpijn, krijg dat gelul met want ik was een en zo, als ik nog... Dat wil ik niet. Dus ik heb even gewacht tot dat allemaal bij mij gezakt kwam. Jij krijgt hem nu op je bord. Ik heb haar overal geblokkeerd. Maar jij krijgt nu dat telefoontje. Die televisie. Ja. Maar geven is het allermooiste mensen wat er is. Je voelt je niet beter door het geven. Want soms geef je iets en dan kan het ook heel slecht uitpakken. Ik noem geen namen. Snap je? Ja. Maar dan moet je daarna niet van balen en moet je niet kinderachtig over doen. Schoenen halen. Schoenen halen. Het is niet ver, het is niet ver. Rajun! Hoes! Luister, weer een filmpje gedaan. Anabole dans hier. Wie is dat? Ja, ken je hem niet? Nee. Miljoenen views. Nee. Ik denk, geef die mannen pas schoenen uit, doe die dansje op jullie schoenen. Nou, Bjorn, wij zien elkaar volgende week. We gaan een hele leuke samenwerking doen. Dat vind ik leuk, want ik gun jou en je bent een soort van zoon van mij. Wel diegene die ik elke vrijdag even wat tikken geef, omdat hij het verdiend heeft. Ja, wij vinden het helemaal mooi. Een oude boef en wij komen er. Top, dankjewel man. Er werd een vlog opgenomen met Alex Hoosen. Ik heb veel dingen van hem geleerd. Ja, het is echt een hele aardige man. Hij wil heel veel voor jou doen. Als je maar ook normaal tegen hem bent. Dat was een heel leuk middagje. Bedankt Alex. Ja.